Geachte aanwezigen, ik breek zomaar even in bij dit symposium en ook bij het afscheid van de heer Van der Poel. Geachte aanwezigen, welkom ook Wilma, kinderen, moeder, zus, de ouders. Maar ik richt speciaal het woord tot jou. Jan, je bent een man met tomeloze energie. Vaak zat je zelf achter het stuur van de vrachtwagen, sjouwend met bankstellen, persoonlijke hulp biedend aan minder bedeelden, maar ook lobbyend in lokale, regionale en landelijke politieke en caritatieve circuits om begrip, steun en middelen te verzamelen om vorm te geven aan het Vincentius-ideaal. Door de jaren heen heb je een rol gespeeld binnen die regionale en landelijke hulpverleningsorganisaties. In de beginjaren ging de vereniging van start door middel van bedelbrieven en kleine donaties. Kerstpakketten werden uitgedeeld en de kringloopwinkel gaat in 1999 van start. Door de jaren heen wordt het een mooie winkel die zich uitbreidt. De jaarlijkse boekenbeurs start en als klap op de vuurpijl wordt er in 2009 een prachtig chalet aangekocht om camping De Reebok in Oosterwijk. Ik hoorde het net beneden ook al. Bekostigd met de inkomsten van de boekenbeurzen, kringloopwinkel, donaties, verkopen tijdens jaarmarkten en braderieën. Een chalet maakt deel uit van een landelijk netwerk van kampeervoorzieningen voor onze medemens. Jan, je bent een grote pleitbezorger van compassie voor de medemens en om vanuit een houding van respect en begrip hulp te verlenen aan noodlijdenden. Dat straal je uit naar de andere vrijwilligers. Je gaf individuele hulp, maar je spoorde mensen ook aan de regie over hun leven te herwinnen. Daar bleven jouw maatschappelijke activiteiten niet toe beperkt. Je was medeoprichter en penningmeester van Stichting Leergeld, dat onder andere financieel gesponsord wordt door diezelfde Vincentiusvereniging Bokstel. Ouders van studerende kinderen ondersteunt wanneer zij niet de middelen hebben om studiematerialen aan te schaffen of als hun kinderen om financiële redenen dreigen uitgesloten te worden van schoolactiviteiten en vormende activiteiten. De functie van penningmeester blijf je vervullen. Dankzij jouw initiatieven en jouw inzet hebben vele honderden Bokstelse burgers dankzij jou een begrijpend oor, persoonlijke zorg, financiële hulp, adverteren en verwijzen naar gemeentelijke instanties hun nood kunnen verzachten en hun leven wat beter op de rails kunnen krijgen. Ook hebben vele tonnen aan goederen via de kringloopwinkel een nieuwe eigenaar gevonden en is daarmee ook nog het milieu ontlast. Dat kun je allemaal niet doen als je thuis front, je vrouw Wilma, er niet achter staat en je niet steunt. Dat heeft zij wel gedaan. Daar wil ik haar ook hartelijk voor bedanken. Je wist dat de vrijwilligers Jan jou steunden op jouw persoonlijke inzet. En voordat je afscheid nam, heb je een nieuwe bestuursstructuur in het leven geroepen en de organisatie herschreven. De slagvaardigheid van de vereniging werd hiermee vergroot. En je kan met een gerust hart, een opvolger, kon met een gerust hart, en je begrijpt dat hij er inmiddels is, opvolger zoeken. Dat is wederom de betrokkenheid die jij in je hebt. Jan, voor deze bijzondere maatschappelijke activiteiten heeft Hare Majesteit de Koningin behaagd jou koninklijk te onderscheiden. Wilma, je krijgt een moeder, alsjeblieft. Alle tijd die je hebt moeten missen. Waar gaat hij dan? Kijk eens. Nou, staat mooi. Heel erg lief. Ik heb heel erg graag. Ja, ik heb het gedaan.
Yeah.